100.000 volgers op Instagram. Wat is het raarste verzoek wat je ooit hebt gehad in je DM's? Nou, ik heb iemand die mij iedere ochtend een DM'tje stuurt. Ik hou van je, ik hoop dat je een goede dag hebt. Iedere ochtend hetzelfde. En ik weet nog heel erg goed, een paar maanden geleden, toen kreeg ik eigenlijk een week lang kreeg ik niks. Dus toen maakte ik me een beetje zorgen. Ik dacht, is hij overleden of zo, weet je wel, of is er iets gebeurd. Dus had ik aan een vriendinnetje gevraagd wat ik moest doen, dus dat ik hem even een appje geef van gaat het wel. En toen? Toen een DM gestuurd, maar gaat het wel. Toen kreeg ik een DM terug. Ja, sorry, ik was heel druk. Oh, wat lekker hé. Maar ik dacht echt dat er iets gebeurd was. Met in de huiskamer me heel erg zo, alsof ik het dan nodig had dat hij zo. Ja, ik miste de aandacht gewoon. Ja, ja, ja. En toen dacht ik, oh, wat erg, ja, dat was echt wel mijn zo'n dieptepunt of zo. Oh.